Jan van der Web, deze poort is gesloten omwille van het taal van de kiesbrieven. Zeg, Charlotte, ben ik het, Philomien van der Smet. Mulletje, Philomijn, chance dat de poort gesloten is. Zeg, Charlotte, rustig, dus. Ik zou graag weten, hé, met hoeveel verschil dat het bier verloren heeft. Zeg, allee toe, zeg het, of doe het open. Hé, hey, Jean-Peter? Philomijn, daar kan ik niets aan doen. Dat is de wet, en aan de wet, daar kan je geen scheet aan veranderen. Ja, maar voor mij doet het toch wel open, zeker, Jean-Peter? Zeg, Philomijn, als je gij pijst, hey, dat de wet voor u een scheet gaat veranderen, dan kende jij de wet niet. Ik kende zeker die scheet niet. Maar Jean-Peter, allee toe. Voor niemand is voor niemand. Let's hier. Philomijn, pas op, hè. Hey. Ik vertegenwoordig hier het wettelijk gezag, hè. En er wordt er niet mee gelachen, hè. Weet je dat? Er wordt er niet mee gelachen, hè. En pas op, hè, of klap je een contraventie. Ja, maar dat is de kerk. Mevrouw Immerans, hè. Kom binnen, mevrouw Immerans. Oma, lakkertje, dat is het doel. Ja, doet, dat is de wet. Oh. Jean-Peter, hoe is het ermee? Hoe zit het? Jawel. Ik vraag hoe dat zit. Wie ligt er boven? Luister, mevrouw Immerans, hè. Pauw is nog altijd bezig met de kiesbrieven te talen, hè. Maar, ik zal het hem een keer gaan vragen, hè. Ja. Maar hier blijven, hè. Hier blijven. Mevrouw Immerans, hè? Ja. Hij komt, hè? Hij komt. Wel? Sst! En wat is er? Het is mevrouw Immerans, die zou wel weten wie dat er boven ligt. Oh. Jean-Peter. Als gaan mevrouw Immerans durft zeggen dat de boeken altijd boven liggen. Dat betal ik een gebied met druppel. Meneer de secretaris, dat waar? Leggen de boeken boven? Durfde? Ja, maar meneer de secretaris, meende jij dat? Van die een druppel? Af en eens. Mulletje. De boeken liggen boven? Altijd. Mulletje. Jezus Maria Jozef. En mevrouw Immerelsen, moet er nou wel winnen? Ja. De boeken liggen boven. Ah. Oh, ja, ja. Dat is het eerste niet, die vandaag van haar staken valt.